Burgemeester Toon van Asseldonk ontving op 2 januari de inwoners van de gemeente Overbetuwe bij de nieuwjaarsreceptie. De receptie vond op de ijsbaan voor het gemeentehuis plaats en daar gaf de burgemeester een speech over het onderwerp verandering. Hij benadrukte hoe snelle ontwikkelingen in het gebied van kennis, technologie en sociale normen afschrikkend kunnen zijn, maar dat verandering juist omarmd moet worden. Nou ja, er komen natuurlijk altijd veranderingen in de gemeente. We groeien nog steeds als gemeente Overbetuwe. We liggen in een buitengewoon interessant gebied. Dat heb ik net ook proberen aan te geven in mijn speech. Met de steden om ons heen, andere gemeenten om ons heen, waar hele interessante dingen gebeuren. Maar we kunnen ook binnen deze gemeente hele interessante ontwikkelingen faciliteren. Maar dan moet je niet bang zijn voor veranderingen. Dan moet je openstaan voor veranderingen en daar aan mee willen werken. In april zal Van Asseldonk afscheid nemen van de gemeente. 6 jaar lang was hij burgemeester en nu vindt hij dat het tijd voor verandering is, ook voor hemzelf. Nou, dat geeft mij wel iets meer ruimte, zeg maar, om wat prikkelende opmerkingen te maken nu dan wanneer ik ze zelf ook allemaal moet gaan realiseren. En dat is ook wel de ruimte die ik dan neem om er iets over te zeggen. En iedereen in mijn gemeente weet volgens mij dat ik heel erg van regionale samenwerking ben. En dat ik dus ook echt vind dat Overbetuwe daar een rol in moet spelen. En nou ja, dat heb ik geprobeerd in mijn speech nog eens wat aan te zetten. Tijdens de receptie werd de jaarlijkse vrijwilligersprijs uitgereikt. De trofee, genaamd het Toonbeeld, ging naar Jan Cornelissen. Hij is al jaren werkzaam in het Galama Park in Elst, waar hij vrijwillig de dieren verzorgt en het park schoonhoudt. Cornelissen is de 26e vrijwilliger die de prijs in handen neemt. De eerste trofee werd in 1992 uitgereikt.